Heel veel mensen praten op dit moment over sociale cohesie, maar je moet je afvragen of we inmiddels niet beter over sociale polarisatie kunnen spreken. Als je ziet hoe verschillende groepen zich op dit moment in de samenleving gedragen, zich opstellen tegenover anderen. Ook als je kijkt naar politieke fenomenen als Brexit, de verkiezing van Trump, dan zie je dat er echt iets in de samenleving aan de hand is. En dat we ook als beleidsmakers daar ook serieus iets mee moeten doen. En we zien op dit moment, bijvoorbeeld in Nederland, zie je grote mate van met name onzekerheid. Onzekerheid bij grote groepen over hun eigen toekomst, over hun ontplooiingsmogelijkheden en ook over de toekomst van hun kinderen. Dat is wel versterkt, denk ik, door de recessie van de afgelopen 5 jaar, maar echt wel een thema waar veel mensen zich zorgen over maken. Ik merk gewoon steeds meer in mijn eigen omgeving dat mensen gaan zeggen ook van ja, mijn kinderen zullen het wel niet meer zo goed hebben als ik zelf. Nou, dat vind ik een heel belangrijk signaal van hoe mensen in het leven staan en hoe ze tegen hun eigen leven aankijken. Maar daarmee ook is dat bepalend voor hoe ze tegen anderen aankijken. Nou, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft inmiddels bijna 2 jaar geleden denk ik een mooi boek uitgegeven, waarin ze ook proberen te meten hoe mensen in de Nederlandse samenleving zitten, de verschillende groepen die je daarin ziet. En daar zie je toch wel opvallende dingen. Daar zie je dat bijvoorbeeld de kwetsbare Nederlanders, het vertrouwen in de andere Nederlander heel gering is. Dat zit onder de 20%. Dat betekent dat 80% van hun omgeving wordt gewantrouwd. Als je ander onderzoek van de WRR laat zien meer dan 2/3 van de wat lager opgeleide Nederlanders verliesgevoelens heeft ten opzichte van mensen met een migrantenachtergrond. Dus er komen zoveel mensen bij in de Nederlandse samenleving, in hun beleving, dat zij daar zelf gevoelens van verlies bij hebben. Dus dat betekent dat ze ten aanzien van hun eigen toekomstmogelijkheden, zelfontplooiingsmogelijkheden, gewoon problemen zien. Nou, dus als we over sociale cohesie praten, praten we wat mij betreft over dat soort thema's. We praten over ongelijkheid en we praten over onzekerheid. Onzekerheid door de globalisering, door de robotisering, ook door het klimaat en al dat soort problemen. Dus we zien gewoon dat het wereldbeeld problematisch is geworden. Mensen daardoor terugvallen in waar ben ik nog wel zeker van. En dan zijn mensen toch vaker zekerder van het verleden dan van de toekomst. Als er minder sociale cohesie ontstaat, gaan we daar ook last van krijgen. En dat is ook wat je nu in de politiek ziet. Dat mensen, de gunfactor verdwijnt een beetje uit de samenleving. Mensen gunnen andere groepen gewoon niet meer hun eigen standpunt, hun eigen gelijk, hun eigen zelfontplooiing. Dat is een verharding van het politieke spectrum. En als dat zo doorzet, dan krijgen we daar met elkaar last van. Zetten we de grenzen dicht, kunnen we geen handel meer drijven, zetten we in Nederland groepen tegen elkaar op, leidt tot onrust en leidt uiteindelijk dus ook tot een minder harmonieuze samenleving en ook krijgen we met elkaar minder gedaan. Dus het is echt een thema. En dat zou volgens mij ook voor het komende kabinet bijvoorbeeld een mooie toetssteen zijn om je maatregelen ook langs de lat te leggen. Van wat betekent deze maatregel nu voor de sociale cohesie? En misschien kun je zelfs wel maatregelen specifiek verzinnen waarvan je nou denkt van, hey, dat zou verbindend kunnen werken. Soms zijn dat hele grote thema's. Ik denk bijvoorbeeld de sociale woningbouw is een belangrijk thema. Mensen zijn op dit moment bang dat al die buitenlanders, of nou vluchtelingen zijn of Oost-Europeanen, allemaal met voorrang een woning krijgen, zodat hun kinderen niet in een woning kunnen komen die ze op een gegeven moment wel nodig hebben als ze het huis uit willen. Dus dat is een groot thema. Dat kun je ook oppakken. Je kunt zorgen dat in het kabinet meer aan sociale woningbouw wordt gedaan. En misschien zou je ook, als je een bepaald maatregel omarmt waar je niet omheen kunt omdat dat de toekomst is, wel heel goed kunnen kijken van wie heeft daar nou last van en kunnen we dat tegelijk compenseren. Dus de last die sommige mensen hebben van de globalisering, en die is er. De globalisering kent veel winnaars, maar kent ook verliezers. Probeer die verliezers te identificeren en probeer daar gericht beleid op te zetten. Net zo goed als wij in Groningen dus heel veel aardgas hebben gewonnen. Dat heeft ons allemaal heel veel opgeleverd.
Maar hebben we de verliezers ook ruimhartig gecompenseerd? Nou, dat soort dingen kun je doen. En zo zijn er, ook straks bij de robotisering, zijn er heel veel winnaars. De welvaart gaat er enorm vooruit. Maar het betekent ook voor sommige mensen baanverlies, grotere onzekerheid. Nou, laat zien, juist aan die mensen, dat je daar ook iets voor over hebt. Dus dat je naast de winst ook iets aan compensatie doet. Nou, dat zijn gedachtegangen waar je dus, die je ook breed kunt etaleren en waarbij je concreet kunt maken dat je ook vanuit de overheid werkelijk iets doet aan het thema sociale cohesie.